De carnavalsverenigingen uit Lol en Nieuwdijk hebben hun carnaval verplaatst naar het Pinksterweekend in de lente. Daarmee hopen ze de vele wagenbouwers in de omgeving tegemoet te komen, die het al 2 jaar moeten doen zonder de grote optocht in die dam. Ze zijn natuurlijk al weken aan het vragen van wat gaat er gebeuren, en nu is er gewoon duidelijkheid. Hun kunnen verder met de wagen. Onzekerheid is ook niet fijn en nu kunnen ze gewoon vol spirit door naar de Pinksteren. De optocht van de vrolijke drammers uit Lol en de elfjes uit Nieuwdijk staat nu voor zondag 5 juni gepland. In de dagen rondom de optocht vinden de traditionele kiekdagen en de feesten plaats. Het is natuurlijk heel anders dan anders en tradities zullen een beetje losgelaten worden in dat weekend. En ik zou zeggen, zorg voor een koelkastje om in dit geval de drankjes koud te houden. En de korte broek kan waarschijnlijk wel uit de kast. Eerder werd het carnavalsfeest van Serenberg al verplaatst naar juni. Ondanks de verplaatsing hopen de vrolijke drammers en andere verenigingen rond het oorspronkelijke weekend in februari nog wel wat activiteiten te organiseren. Voor de volwassenen dat gaat echt gewoon in juni. Voor de jeugd op school dat gaat wel gewoon door. We zijn in gesprek met de school over de onthulling van de jeugdprins of prinses. Maar dat gebeurt intern op de school. Dus dat kan nog gewoon doorgaan. En als er in het carnavalsweekend toch half wat kan, het zal geen groot feest worden. Maar we zullen alle dingetjes aanpakken om wel iets te doen natuurlijk. Na 2 jaar zonder groot feest verwacht voorzitter Wiendels dat er in het Pinksterweekend een traditioneel carnaval kan worden gevierd. We hopen van wel. Ten opzichte van vorig jaar is natuurlijk heel veel gebeurd. Mensen zijn meer gevaccineerd allemaal. En ik verwacht wel dat het kan.